heeft. Dank u wel, voorzitter. Bijna de helft van de mensen is bang volgend jaar de zorgpremie niet te kunnen betalen. En de minister komt hier alleen maar met het niet toereikende koopkrachtplan van het kabinet. Wat ik van de minister graag wil, is dat hij op het moment dat mensen hun medicijnen niet meer afhalen die ze voor hebben geschreven door een arts vanwege de eigen betaling of het eigen risico, dan vraag ik hem om dat er af te halen op de medicijnen. Twee, als het gaat om het eigen risico, daardoor mijden mensen heel veel zorg. Veel mensen mijden zorg. En steeds meer ouderen worden in een desolate toestand met doorgelopen ziektes binnengebracht op het spoedhuis en de hulp. Kost ook hartstikke veel geld. Dus ik vraag twee dingen van de minister. Eén, het afschaffen van de eigen bijdrage, eigen betaling voor voorgeschreven medicijnen. En twee, het afschaffen van het eigen risico. Dan doet hij iets. Dank u wel. In ieder geval ervoor zorgen dat de zorg niet nog duurder wordt, omdat mensen niet meer durven te gaan. De minister. Ja, voorzitter. Zoals ik al aangaf, wat we doen op dit moment is dat we voor de lage en de middeninkomens de zorgtoeslag doen toenemen. Voor de mensen met de laagste inkomens. Ik zei, de gemiddelde zorgpremie gaat met ruim 10 euro omhoog per maand. De zorgtoeslag gaat met 35 euro per maand omhoog. Dat laat onverlet dat mensen die kosten zien tegen een achtergrond van evident stijgende, fors stijgende kosten van levensonderhoud. Wat we daarom dus ook doen is bevriezen van de maximaal bijdrage in de zorg en voor de medicatie. Ik ben niet voornemens om die beide er af te halen. Wat we wel gaan doen en wat de verzekeraars ook doen is het monitoren van mensen, het aantal mensen met een betalingsachterstand in de zorg. We gaan ook monitoren en blijven monitoren het aantal wanbetalers. Afgelopen jaren gedaald, eerst gedaald, daarna stabiel gebleven. We moeten nauw monitoren wat er in de komende periode wat dat betreft gebeurt. En uiteraard, en ik zal uw Kamer daar in het eerste kwartaal van het komende jaar over informeren, gaan we ook zien wat er gebeurt met het verzekerde pakket, inclusief het gemiddelde eigen risico en welk pakket men kiest. Mevrouw Agema. Ja. Niet de tweede vraag van mijn collega De Jong inpikken hier, maar ik had voorstel gedaan dat de minister de eigen bijdrage en het eigen risico voor de medisch noodzakelijk geneesmiddel afschaft en dat hij het eigen risico afschaft vanwege zorgmeiden. Ja, de minister. Ja, voorzitter, en daarvan heb ik aangegeven, ik hoor het verzoek en het antwoord is dat ga ik niet doen. Dat is ook een antwoord.